We zijn begonnen in mijn Latijn en dan verder in Grieks en Grieks wiskunde. Ja. Dus alle drie een aparte klassen opgestoten. Maar dan uiteindelijk via de keuze van de studierichting waren we de laatste drie jaar in dezelfde klas terechtgekomen. Ja. Dus. Vonden ze niet altijd even leuk, maar het was zo. Dus, ik vond het wel leuk, want dan moest ik maar naar één ouder contact gaan in plaats van drie ouder contacten. Dus dat kwam goed uit. Ja, gelijk zoals zeiden, dus de sfeer. En ik denk wat het toch wel iets of wat onderscheidt met andere scholen, zeker hier in de kampen, dus het groen. Wat je vaak hebt op school is dat je die beton aan het speelplaat hebt. Dat heb je hier minder. En dat doet denk ik wel veel en voor mentaal je pauze. Ja, tenzij het soms echt heel hard regende. Maar er was niet veel. Eén keer met een storm ben ik gekomen halen, maar de rest altijd met de fiets. Ja. In zekere zin toch wel. Dus vooral dan in studeren van grote velen en het herhalen en dergelijke, wat toch wel hier toch wel wat wordt op, ik zou niet zeggen getramd, maar wel op aangeleerd. Ja. Dus dat bedoel ik ook met structuur, van ze hebben hier echt leren plannen, van kijk, die dag komt dat, dus ziet, bereid je voor. Plus ze hadden heel veel hobby's buitenuit, dus ze moesten wel plannen. En het leren hebben ze hier wel geleerd. Ja. Hè?